Liefde gemeente, ouderen en jongeren. En ook in het bijzonder de jongeren van onze zusterkerk uit Vlaardingen. Maar ze zijn maar van harte welkom in ons midden. Ook onze gasten van harte welkom. En degenen die met ons mee deze dienst meebeleven via de livestream. Vanmiddag gaat ook weer onze oud-predikant dominee D. van der Zwaag voor. En het schriftgedeelte dat vanmiddag centraal staat is Jozua 6, vers 1 tot 5. En dan vers 20 tot 25. En het thema van de prediking is Jericho door het geloof gevallen. Nog kort twee mededelingen ter herinnering. Aanstaande zaterdag hopen we samen met onze broeders en zusters van de Julianakerk en de Vredeskerk en de Brugkerk de reformatie van 1517 te herdenken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. En een herinnering ook aan de kinderen en hun ouders. Dat we in de maand november meedoen aan de voedselbankactie. We hopen dat alle kinderen daar weer van harte aan meedoen. De collecte, tijdens de dienst is de collecte bestemd voor noodhulp in Libanon. En de overige collectebijdrage voor de vaste kosten van de gemeente kunt u overmaken op de inmiddels bekende wijze, via de bank dus. Laten we nu samen zingen, Psalm 33, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, daar hebben we net twee versen van gezongen. We zingen nu opnieuw twee versen van deze psalm, het 10e en ook het 11e vers. 33, 10 en 11.
zijn beleidende kerk. Dat betekent dat we naspreken wat de Heere ons voorzegt in zijn woord. En als we ons geloof beleiden, doen we dat in verbondenheid met de kerk die over de hele aarde is. En de kerk die ook van alle tijden is. Dat geeft, als we dat ons realiseren, toch eigenlijk ook weer een bijzondere verbinding met hen die ook datzelfde geloof beleiden op grond van de schriften. Psalm 16, het derde vers, dat is het vers wat we gaan zingen als we geloofsbelijdenis hebben gedaan. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is, begraven werd, nedergedaald is ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Wederopstanding van het vlees, van het lichaam, straks op de jongste dag. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we het Oude Testament open. Lezen Jozua 6, de eerste vijf versen en de versen 20 tot en met 25. Jozua 6, 1 tot 5, 20 tot 25. De inname van Jericho. Jericho was volkomen gesloten.
vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zei de Heere tegen Jozua: zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken, zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet er overheen klimmen. Ieder recht voor zich uit. En dan lezen we verder bij het 20e vers. Het volk juichte toen ze op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in. En het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en ze namen de stad in. En ze sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot het rund, het schaap en de ezel toe. En Jozua zei tegen de 2 mannen, de verkenners van het land: ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw van daar naar buiten met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rachab naar buiten met haar vader, haar moeder, haar broers, alles wat van haar was. Ook brachten ze al haar familieleden naar buiten en ze lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven. De stad verbrandde ze met vuur, met alles wat erin was. Alleen het zilver en het goud en de koperen en ijzeren voorwerpen legden ze bij de schat van het huis van de Heere. Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Ze heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat ze de bode verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. Tot zover. Voordat we ons buigen over deze geschiedenis om te ontdekken wat het onderwijs is dat de Heere ons hierin geeft, willen we eerst samen de Heere bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten we ootmoedig, eerbiedig ons hart verheffen tot Hem. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, eerbiedig en ootmoedig komen wij tot U die in de hemel zit. Het is en het blijft toch een wonder dat we zo vrij tot U mogen gaan en dat U ook tot ons spreken wilt en Uw genade ons aanbiedt en dat U belooft dat U een eeuwige overwinning wilt schenken als we op U vertrouwen. Wij zijn mensen die geen rechten kunnen laten gelden. Die, als U naar onze waardigheid zou zien, ons voorbij zou moeten gaan. Maar U bent het die barmhartig en genadig en ontfermend is. Zoals U eens ook aan Mozes hebt verklaard. Zoals in heel de schriften ook tot uitdrukking komt. En zoals we dat eigenlijk ook al zoveel in ons gemeentelijke leven hebben mogen ervaren. Wil vanmiddag ons ook rijk bedienen vanuit uw woord. Als we vanmiddag samen die geschiedenis van Jericho overdenken,
dan zal centraal staan dat Jericho door het geloof gevallen is. En dat geloof dat tot inhoud heeft dat Israël zich liet leiden door uw woord en zich overgaf in vertrouwen aan uw woord, dat geloof, Heere, geef dat wij dat ook mogen blijven beoefenen. Of als het in ons leven nog niet tot dat geloof gekomen is, wil dat geloof in ons hart en leven toch uitwerken door uw woord en door uw geest. Want dat is toch de weg naar de overwinning, het geloof. Heren, we mogen in de week die zo voor ons ligt weer erbij stilstaan dat u zoveel honderden jaren geleden, meer dan 500 jaar, dat u de reformatie hebt gegeven. Dat het licht weer mocht doorbreken naar zo'n enorme duisternis die weer over de kerk was gekomen door het toedoen van mensen. U heeft het licht van het evangelie weer doen glanzen, dat daarin bestaat dat de rechtvaardige door het geloof zal leven. Niet door werken, door het geloof. Alleen maar op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, kunnen we Kanaan bereiken, kunnen we behouden worden. Heren, wij willen uw grote naam ervoor erkennen, dat u er toch steeds weer voor gezorgd hebt in de hele geschiedenis van de kerk, dat dat evangelie steeds weer naar boven kwam, naar voren kwam. U bent het die door dat evangelie uw kerk leidt en troost, bemoedigt en verwachting schenkt, de eeuwen door. Samen, Heren, willen we u bidden voor uw kerk die op deze aarde is en zoveel zorg en moeite heeft omdat er verdrukking en vervolging in hun leven is. Wilt u hen staande houden? Wilt u geven dat ze erop mogen zien dat de machten van de donkerte, van de duisternis, dat die in principe toch overwonnen zijn? En dat alles straks tot de overwinning zal worden geleid door u. Zoals Jericho verwoest werd, zo zullen alle bastions van de boze uiteindelijk toch gaan vallen. Heren in de hemel, we bidden of u wilt zijn met uw kerk op plaatsen waar oorlog heerst. Waar bijvoorbeeld in de Oekraïne de gelovigen samenkomen en het in hun leven toch zo zwaar is. Maar we denken ook aan uw kerk in Israël, uw kerk in Libanon, in het Midden-Oosten waar zoveel dreiging is en zoveel gevaar ook dreigt. We leggen het alles in uw handen, Heren. En wilt u geven dat ook daar uw kerk toch te midden van al dat wat er aan de hand is, ook een lichtbaken mag zijn. En dat zij die met al die christenen in aanraking komen toch ook mogen ontdekken dat in hun leven er toch ondanks alles verwachting en vertroosting is. Dat ze rustig mogen blijven te midden van al de gevaren, omdat ze op u vertrouwen. We bidden, Heren, om de uitbreiding van uw koninkrijk ook vandaag, want dat koninkrijk van u is gekomen, maar is nog niet ten volle uitgebreid. Wilt u uw zaad, het zaad van het woord, ook doen zegenen in de harten van hen die het horen, zodat er in hun leven toch ook die ommekeer mag komen tot u, dat ze het ook mogen ontdekken, het licht dat door u ontstoken is in uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Mogen we zo ook vanmiddag onze gebeden eerst weer opzenden tot voor uw troon, Heren, voordat we ons buigen over dat gedeelte dat we gelezen hebben. Wilt u het ons schenken, die zegen, dat we aan het einde van deze dienst het kunnen zeggen dat u ons zelf onderwezen hebt en dat we weer onderwijs vanuit dat woord ontvangen hebben. Geef ook uw dienaar vanmiddag weer alles wat hij nodig heeft om
de gemeente te onderwijzen. En zo betuigen we onze diepe afhankelijkheid. Zegen ons en zie in gunst op ons ter neer. Enkel en alleen op grond van Hem die is. En die was. En die straks toch ook weer komen zal, de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil uit genade. Amen. Voordat we ons buigen over het gedeelte dat we gelezen hebben, willen we eerst nog met elkaar een paar verzen zingen uit Psalm 105, het 7e, het 23e en het 24e vers. En waarom nou deze drie verzen? Wel, als we de tekst van deze verzen even tot ons laten doordringen, dan zullen we zien hoe of daarin al iets van de belofte van de verovering van Kanaan naar voren komt. En dat de Heere zegt, ik zal het geven, dat land. Maar in vers 24 komt ook heel nadrukkelijk de opdracht naar voren. Die de Heere geeft aan zijn volk om niet alleen maar te ontvangen, maar ook om te dienen. Die gunst die heeft de Heere dan zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Dat geldt voor vandaag niet minder dan toen. 105, 7, 23... en 24. Thank you.
Vanmiddag is het uitgangspunt wat we lezen in Hebreeën 11, vers 30 en vers 31. Die twee versen lees ik u. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat ze de verkenners met vrede had ontvangen. Psalm 118, vers 8 is een toepasselijk vers om te zingen als we stilgestaan hebben bij de val van Jericho. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven, soms zelfs letterlijk, en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Gemeente, die geschiedenis van vanmiddag, de val van Jericho, dat is toch een van de geschiedenissen die een ieder in de kerk toch wel kent. Ik denk ook dat onze jongens en meisjes die wel heel goed zullen kennen. Je hebt er op school natuurlijk wel van gehoord. Je hebt er misschien ook wel wat versjes, wat liedjes over geleerd. Een bekende geschiedenis. Het is tegelijk ook een hele leerzame geschiedenis. En wat blijkt uit deze geschiedenis? Nou, in de allereerste plaats, de Heere is een machtig God. Als hij het wil, dan laat hij een hele sterke heidense stad gewoon maar in elkaar vallen. En wat blijkt meer uit deze geschiedenis? Nou, de Heere staat aan de kant van zijn volk. Ja, zal iemand zeggen, dat is toch wat we kunnen verwachten? Nou, nee. Als je kijkt naar Israël, hoe of die zich gedragen heeft in de woestijn, dan moet je zeggen, dan had de Heere er volkomen recht aan gedaan als hij een ander volk had gekozen. En toch, dit volk dat door hem verkozen was, zijn volk, mag Kanaan binnengaan en mag Kanaan in bezit gaan nemen. Hij doet het, hij zorgt daarvoor, hij staat aan de kant van de zijne. Maar weet u, wat deze geschiedenis ook heel duidelijk leert, en dat is eigenlijk waar het vanmiddag ook om gaat, denk ik, ook voor u, voor jou en voor mij, dat is, deze geschiedenis laat heel duidelijk zien dat Jericho, en vul dan voor Jericho maar alle kwade machten in, de duivel, de demonen, de andere moeiten en zorgen, en alles wat je in de weg staat om de Heere te dienen, Jericho zal uiteindelijk vallen door het geloof. Niet omdat jij een goede gelovige bent, maar omdat de Heer het door het geloof het zal doen. En dat is eigenlijk een hele bevrijdende boodschap. Als je daar goed over nadenkt, dat je niets hoeft te doen, dat je niets kan doen om Kanaan in bezit te nemen, om het hemels Kanaan te mogen beërven. Dat het enkel door hem geschonken wordt. Dat is een bevrijdende boodschap. Die boodschap die werd ook weer gehoord in de tijd van Luther, Calvijn, 500 jaar geleden. Reformatie, in de komende week staan we er weer wat meer bestil dan anders, dat God licht heeft doen opgaan te midden van de donkerte van eeuwen en eeuwen in zijn kerk. Dus deze geschiedenis heeft heel wat te zeggen. En dan vooral dat laatste aspect, daar wil ik vanmiddag wat meer aandacht voor vragen, dat Jericho door het geloof gevallen is. En dat geloof, dat werd in de eerste plaats door God bevolen. Het werd onderweg bestreden. En dat werd uiteindelijk door de Heere ook bevestigd. Dus Jericho is door het geloof gevallen. De Heere heeft dat
geloof aan Israël bevolen. Onderweg is het bestreden, maar uiteindelijk werd het door hem bevestigd. De inname van Jericho is aanstaande. Een sterke stad, dikke muren, geoefende mannen die de stad zullen verdedigen. Het zal geen kleinigheid worden om Jericho in te nemen. Echt niet. Wat lezen we aan het begin van deze geschiedenisgemeente? Dat Jericho toch angst heeft voor Israël. Waarom? Dat is natuurlijk de vraag. Jericho had de poorten gesloten. Er ging niemand meer uit en er ging niemand meer in staan. De poorten zitten dicht. Ja, zegt er iemand vanmiddag, allicht als zo'n menigte mensen eraan zit te komen. Ja, dan doe je de poorten dicht. Dan probeer je jezelf eigenlijk op die manier te beveiligen, te beschermen. Er zit nog iets meer achter. Toen de verkenners jaren en jaren geleden in Jericho waren geweest en daar ook met Rahab hadden gesproken, toen had Rahab gezegd: de mensen hier in de stad, die zijn eigenlijk bang voor de God van Israël. En waarom waren de mensen in Jericho bang voor de Heere? Dat had te maken met wat de Heere gedaan had in Egypte, toen had hij zijn volk bevrijd. En wat hij gedaan had ook in de woestijn, toen had hij zijn volk ook de overwinning gegeven op allerlei volkeren die Israël te na kwamen. En dat gerucht, dat had Jericho bereikt en daarom waren ze eigenlijk bang voor Israël, bang voor de God van Israël. Ze hadden zoiets in Jericho: tegen een volk met zo'n God kunnen wij nooit overwinnen. En daarom hebben ze nu de poorten maar gesloten. Maar als je daar nou even goed over nadenkt, gemeente, hè, van dat ze die poorten nou dicht hebben gedaan, dan moet je eigenlijk toch tot de conclusie komen dat dat een zinloze actie is. Want als de Heere dan, en dat was wat ze wisten, wat ze eigenlijk ook tot die vrees, tot die angst gebracht had. Als de Heere de God is die zijn volk uit Egypte bevrijdt, dwars door de Schelfzee heen leidt, in de woestijn hen ook bewaart en de overwinning geeft en uiteindelijk ook nog in Kanaan brengt. Als de Heere die God is, dan kun je wel de poorten sluiten, maar dan kun je tegenover zo'n God toch eigenlijk helemaal niets uitrichten. Ze hadden beter, om zomaar te zeggen, de wapens kunnen inleveren. En ze hadden beter, als het ware, zich voor de Heere kunnen neerwerpen. En bij Jozua hebben kunnen komen en zeggen: ja, Jozua, wij willen samen met u de Heere dienen. En uw volk is mijn volk en uw God is onze God. Maar wat doen ze? De poorten dicht. Zitten we veilig? Is dit veilig? Nee, dit is schijnveilig. Je kan het eigenlijk niet anders zeggen dan dat ze denken veilig te zijn, maar de werkelijkheid is een andere. En dan kom ik eigenlijk meteen op iets wat je toch veel om je heen ziet. Dat mensen veiligheid zoeken, en dat is begrijpelijk. Er is heel veel aan de hand, ook vandaag de dag in de wereld. Maar waar zoeken mensen nou hun veiligheid in? Ja, als we het defensiebudget maar verhogen, dan zullen we straks veilig zijn. Ja, als we maar dit en als we maar dat doen, dan kunnen we de veiligheid in Europa garanderen. Of als het om een persoonlijke zaak gaat, hoe ben ik veilig? Ik heb wel mensen gesproken die zeggen: nou, maak me niet zo druk, ik ben nog goed gezond. Is de gezondheid iets om achter te schuilen? Ben je er dan niet achter gekomen dat de gezondheid een geschenk is, dat je ook zo weer kan ontvallen? En als het nou gaat om die geestelijke kant, waar ben ik nou veilig? Er zijn mensen die denken dat ze veilig zijn
Ja, natuurlijk, want de Heere Jezus is gekomen en hij is voor de zonde gestorven. Nou ja, dan zal het toch uiteindelijk allemaal wel wat meevallen. Ja, maar schuil ik bij hem? Dien ik hem? Volg ik hem? Je bent niet veilig, alleen maar omdat je lid bent van een gemeente. Of omdat je opgevoed bent met het evangelie. Je bent alleen maar veilig. Ja, wanneer ben ik nou echt veilig in geestelijke zin? Als ik schuil bij die Christus. Als ik achter dat bloed van de Heer Jezus Christus wegschuil. Het werkelijk ook beleid. Heere, alleen uw werk kan mijn zonden verzoenen. Alleen uw werk is de enige hoop voor mijn leven nu en eeuwig. Ze zitten achter de poorten. Ik zie ze in gedachten zitten. Ik zie ze staan. Ik zie ze daar met z'n allen in de stad. Maar ze zijn niet veilig. En dat blijkt even later ook zo te zijn. God gaat de stad in handen geven van zijn volk. En hoe gaat God dat nou doen? Wel, de Heere bevestigt het eerst ook tegen Jozua. Ik heb de stad met zijn koning en zijn strijdbare mensen in uw hand gegeven. Dat is op zich natuurlijk ook weer een prachtig iets om zo te lezen. Dat de Heere dus de machtige Heere is die over alles gaat en boven alles staat en die zelfs het kwade, om zo te zeggen, ook nog in zijn handen heeft en overwinnen zal en zijn volk daarin laat delen. Ik heb het u gegeven. Maar waar ik eigenlijk vanavond, ik heb dat net ook proberen duidelijk te maken, wat meer eigenlijk op wil wijzen, dat is dat God die overwinning aan Israël geeft op een hele toch wel opmerkelijke manier. En wat is de manier waarop hij dat doet? Hij roept hen op tot geloof. Hoe kun je nou een stad, een sterke stad in die dagen, hoe kun je die nou innemen? Nou ja, je kunt hem omsingelen. Je kunt proberen zo de toevoerwegen af te sluiten en dan moeten de mensen in de stad op een gegeven moment zich wel overgeven. Je kunt stenen op de muren laten afkomen, zodat er bressen, gaten in de muren ontstaan. Je kunt onder de muren door proberen te graven, zodat je, om zo te zeggen, op een gegeven moment gewoon in de stad terechtkomt en zo de stad van binnenuit kunt innemen. Dat waren toen hele beproefde methodes die tot inname van een vijandige stad ging leiden. Maar wat is dan wat God tegen Jozua zegt, hoe het moet gebeuren? U moet dus opletten, jij moet dus opletten wat de Heere zegt. U moet om de stad heen lopen. U moet de komende week, iedere dag, één keer om de stad heen lopen. En op de zevende dag moet u met elkaar 7 keer de stad omlopen. Is dat de weg naar de overwinning? Dat is de weg naar de overwinning. Als je daar goed eens over nadenkt, dan kan ik mij best voorstellen dat de mensen in die dagen, Jozua en ook de mensen in Israël, dat die toch eigenlijk wel zoiets hebben gehad, maar wat is dit toch eigenlijk een wonderlijke opdracht? En zal dit nou tot de overwinning gaan leiden? Maar de Heere heeft het heel duidelijk gezegd. Hij heeft zelfs de voorschriften van hoe of die optocht om Jericho heen ook moest verlopen, die voorschriften die heeft hij ook heel nauwgezet aan Jozua doorgegeven. De priesters en de soldaten en het volk moeten in een bepaalde volgorde om de stad heen lopen. De strijdbare mannen moeten voorop, de priesters moeten erachter, de ark moet mee.
De priesters moeten ramsbazuinen dragen en het geluid ook laten horen. En daarachter moeten ook de mensen van het volk komen en met de anderen mee om de stad heen lopen. Dat is wat God zegt. Is dat nou de weg naar de overwinning, om de stad heen lopen? Dat is de weg naar de overwinning. En Israël gelooft. Kijk, daar lopen ze. Ze doen het. Je hoort hier eigenlijk niks van gemor en gemopper en van ja maar. En nee, ze doen het. De Heere zegt, zo wil ik het, zo moet het. En ze zeggen, we doen het. En dat is in de geschiedenis van Israël, vaker niet het geval dan wel. Dus het is eigenlijk ook een wonder dat men het hier zo wel doet. Nou moet ik eerlijk zeggen, ze hebben natuurlijk ook kort geleden al wel het een en ander aan wonderen ook meegemaakt. Ze zijn de Jordaan doorgetrokken en daar was ook weer een droog pad doorgekomen. Dus wat dat betreft, ze hadden het opnieuw mogen ontdekken. De Heere is een machtig God die wonderen doet. Maar desondanks, er moet heel wat ongeloof moet worden overwonnen in de harten van de mensen. En dat wordt dan ook overwonnen om te doen wat de Heere hier zegt. Om de stad heen lopen. 1 keer per dag. En op de 7e dag 7 rondjes. Dan moeten de priesters de bazuinen met een langgerekte stoot moeten ze het geluid laten voortbrengen. Dan moet Israël gaan juichen en dat zal dan het moment zijn waarop de stad zal vallen. De muren zullen ineen gaan vallen, instorten. Het geloof. Als je de betekenis van dit gedeelte wat naar jezelf wil toehalen en de geestelijke kant ervan ook wil proberen te ontdekken, gemeente, dan zou ik eigenlijk vanavond willen opmerken dat de Heere ook als het gaat om het in bezit nemen van het hemelse Kanaan geen andere weg wijst dan die hij toen heeft gewezen aan Israël toen. Hoe kan ik Kanaan veroveren? Hoe kan ik een plaats in Kanaan ontvang? Hoe kom ik in Kanaan? Hoe word ik behouden? Weet u wat de Heere nou in zijn woord over deze dingen ontzegt? Daar heeft de Heere een aantal dingen over gezegd, wat eigenlijk maar heel eenvoudig te onder woorden te brengen is. Hij heeft gezegd, geloof in mijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die voor u gekruisigd is en weer opgestaan. Dat is de weg naar de overwinning. En wat is dan op uw antwoord? Ja, is er niet meer voor nodig? Moet ik niet wat een beter mens worden? Moet ik mij niet wat op gaan knappen? Ik moet toch de Heere wel wat kunnen aanbieden. Het kan toch maar niet zo zijn dat enkel door het geloof alleen het behoud geschonken wordt. Weet u dat dat iets is wat in de kerk der eeuwen een enorm strijdpunt is geweest tot op de huidige dag? Enkel door het geloof behouden? Kan toch niet waar zijn. In de tijd voor de reformatie was de kerk weer helemaal daarvan af, van dat evangelie en goede werken moesten gedaan worden en de priester ging het eigenlijk allemaal beoordelen, er moest gebiecht worden en er kon eigenlijk maar niemand zalig worden, want wie is nou volmaakt in zijn werken? En het gaat eigenlijk door tot op de huidige dag, hè, waar dat evangelie klinkt. En het klinkt eigenlijk heel eenvoudig. Geloof en u zult behouden worden. Daar komt eigenlijk altijd weer die stem die zegt, ja maar dat kan toch niet waar zijn. Er moet toch wel, een mens moet toch wel dit en een mens moet toch wel dat.
Of herkent u dat niet? Om heel eerlijk te zijn, zal ieder mens dat bij zichzelf toch ook gaan ontdekken. Enkel door genade zalig worden. Daar ben ik nou 1, 2, 3 toch niet zomaar aan toe. Ik wil toch eerst zelf nog wel wat doen. Ik besef natuurlijk wel dat ik niet volmaakt ben en dat het altijd tekort zal blijven. Maar ik moet toch zelf wel enigszins een bijdrage leveren aan mijn behoud. Al was het mijn orthodoxie of wat dan ook. Nee. God zegt, wilt u Kanaan ontvangen, wilt u Kanaan binnengaan, er is één weg. En dat is die weg van het geloof. En ik zei u al, gemeente, dat is wat je hier dan ook tot je bemoediging ook leest. Dat Israël op dat moment dat geloof ook beoefent en dat ze op pad gaan. Want kijk, ze gaan. Ze doen wat hij zegt. Ze lopen om de stad heen. Ze lopen allemaal om de stad heen. Hoe lang moeten ze lopen? Ik weet het niet. Ik weet niet precies wat de omtrek van de stad geweest is in die dagen. Maar ga er maar van uit dat het best nog wel een hele tocht geweest is. En dan? Ja, dan komen we eigenlijk in de week waarvan geldt, nu moet u iedere dag moet u diezelfde tocht gaan maken. Iedere dag weer opnieuw. Nou zijn we op de tweede dag. Wat denkt u? Zal dat net zo makkelijk zijn gegaan als de eerste dag om de stad heen lopen? Ik denk zelf van niet. Ik denk dat er al wel heel wat mensen zijn die zeggen van ja, maar laten we toch... We hebben het gisteren ook al gedaan en het is best wel een lange tocht en het is niet zo makkelijk. Ik kan het ook niet zo makkelijk volhouden. Er komt al wat moeite. En wat denkt u nou van de derde dag? Dan zeggen ze, ja maar we hebben het eergisteren al gedaan en we hebben het gisteren gedaan en nu moeten we vandaag moeten we weer om die hele stad heen lopen. Het wordt steeds moeilijker. En wat denkt u nou eigenlijk van de kinderen die mee moeten? Die kinderen gaan op een gegeven moment natuurlijk ook vragen van papa, mama, moeten we nou alweer om die stad heen? We hebben gisteren en eergisteren ook al gedaan. Moet dat nou weer? Ik heb er geen zin meer in. En wat denk je dan eigenlijk van die jongere, die puber? Die dan eigenlijk tegen zijn vader zegt van nou, wat voor zin heeft dit nou, joh? Om zo'n stad heen lopen. Als God die stad aan ons geeft, kan hij hem toch zo ook aan ons geven. Wat moet dat nou? Begrijp je dat het moeilijker wordt? Ze zijn gaan lopen om de stad. Ze hebben de geloofstocht, om zo maar te zeggen, hebben ze aanvaard. Maar nu het gelovig lopen om de stad. Het wordt elke dag lastiger. En wat denk je nou eigenlijk van de inwoners van Jericho? Die staan daar natuurlijk op de muur. En de eerste dag dan, ja, dan zijn ze onder de indruk van zo'n volk dat hier loopt. Ja, poeh. Maar zijn ze na twee dagen nog onder de indruk? Ik denk het niet. En misschien zijn ze wel gaan lachen vanaf de muur. En misschien zijn ze wel gaan spotten vanaf de muur. En kun je het een beetje indenken. Er komt heel wat op Israël af als ze om die stad gelovig die tocht moeten gaan volbrengen. Er komt veel op Israël af van binnenuit en van buitenaf. Het geloof wordt bestreden. En dat is eigenlijk vandaag de dag niet anders. Of eigenlijk moet ik zeggen, dat is de eeuwen door ook niet anders. Het geloof dat de Heere schenkt en dat door zijn volk dan ook beoefend wordt. Dat geloof dat wordt bestreden van binnenuit en van buitenaf. Van binnenuit, of ken je niet die weerstanden vanuit je leven? Tegen God, tegen zijn geboden, tegen zijn evangelie. Ken je ook niet die bestrijding van buitenaf, die eigenlijk ook toch in ook onze samenleving steeds tastbaarder en zichtbaarder wordt? Nee, u mag niet zeggen wat de Heere zegt in zijn woord over dit of over dat onderwerp. Nee,
U mag best de Heere dienen, maar blijft u dan alsjeblieft achter de voordeur van uw eigen huis. Nee, u mag in het publieke domein niet dat wat u eigenlijk zou willen doen op grond van uw geloof in praktijk brengen. Er komt steeds meer op af, op dat gelovig lopen van het volk van God. Het wordt bestreden van binnenuit en het wordt bestreden van buitenaf. Of herken je dat niet? Nou, dan wil ik eigenlijk vanmiddag wijzen, gemeente, op wat de Heere dan ter bemoediging van dat volk, dat die stad iedere dag omheen moet lopen, wat de Heere dat volk dan ter bemoediging geeft. Er zijn twee dingen te ontdekken. En het eerste is dat God de opdracht heeft gegeven dat de ark mee moest in die optocht. U zegt, ja, dat zal voor de hand liggen, dat was toch zo? Nee, dat is niet zo. Dat is een bijzondere bemoediging van God. Die ark die laat zien, God is in ons midden. Hij is er zelf bij. Hij staat aan onze kant. Hij gaat met ons deze tocht om Jericho maken. De ark. En dan het tweede, er was nog iets. Die priesters die moesten onafgebroken op die ramsbazuinen blazen. Nou, dat was niet om zo te zeggen, om de gang er wat in te houden, in die zin van nou, het volk een beetje op te vrolijken, hè, wat muziek. Nee, dat was iets anders. Dus er werd, om zo te zeggen, door God een zichtbaar teken en een hoorbaar teken aan het volk dat gelovig om de stad heen loopt, gegeven. En dan denk ik dat je de lijnen met mij al een beetje doorgetrokken hebt. Zo doet de Heer het eigenlijk nog steeds. Dat hij een zichtbaar teken geeft om te bemoedigen op de geloofsweg. Te midden van alle bestrijding die er is. Een zichtbaar teken. Nou, wat is het sacrament van het avondmaal anders dan dat hij sterkt, dat hij bemoedigt, dat hij nieuwe krachten geeft. Te midden van al die dingen die op je afkomen van binnenuit of van buitenaf. Dat de Heer je dan eigenlijk weer van tijd tot tijd aan zijn tafel nodigt en het laat zien. Dat brood, dat wijst heen naar mijn verbroken lichaam. En die wijn, die wijst heen naar mijn vergoten bloed. En wat een zegen als dat dan vastgemaakt wordt door het geloof aan je hart. Dan word je weer verkwikt, vertroost, bemoedigd. Je kan door blijven lopen op de weg van het geloof. En die ramsbazuin, dat is dat hoorbare, dat God er is en dat God ook komen gaat, dat hij ter verlossing is gekomen en straks ook ter verlossing zal gaan komen. Nou, je begrijpt het al, wat dat eigenlijk voor ons van betekenis mag zijn. Dat woord dat iedere zondag open mag gaan. Dat iedere dag open gaat, maar zeker als gemeente mogen we dat ervaren. Dat iedere zondag open gaat, dat is die bazuin die klinkt. En dan laat God het geluid weer horen dat hij gekomen is en dat hij komen zal. En zo laat de Heer, om zo te zeggen, al dat wat nodig is om te blijven doorlopen, laat de Heer ook in zijn gemeente geven. Daarom laat je daar ook steeds door bemoedigen en laat dat eigenlijk ook een behoefte worden van je hart om te horen wat hij tot je te zeggen heeft. Doe het woord open, laat je plaats niet zomaar leeg in de kerken. De Heere wil door de ramsbazuin geven wat je nodig hebt om te blijven doorlopen op de weg van het geloof. En dan uiteindelijk, gemeente, en dan zijn we op de zevende dag. 7 keer moet Israël nu om Jericho heen gaan lopen. Niet makkelijk. Dan ben je
twee keer om de stad geweest en dan, dan moeten we nog 5 keer. En dan hebben we de hele week al om die stad heen gelopen en dan moeten we nog een keer. Je kan je indenken hoe zwaar dat wordt. Hè? Maar ze doen het. Ze blijven doorlopen. En dan is de tocht volbracht. De opdracht is inderdaad volbracht. En de priesters die blazen een langgerekte toon. Zodat het eigenlijk ook duidelijk is voor ieder. De taak is volbracht. En dan begint Israël te juichen. En dat moest ook. Maar er is toch nog helemaal niks gebeurd? Israël begint te juichen, maar ze staan toch eigenlijk nog voor die muren? En de poorten zitten nog potdicht. Ja, maar dat had de Heere gezegd. Als je 7 keer om de stad heen getrokken bent op de 7e dag... En die priesters die blazen op die ramsbazuin een langgerekt geluid. Dan moeten jullie gaan juichen. Dan moet je vooraf, om zo te zeggen, al beginnen te juichen. En wat doet het volk? Het volk juicht. Gelovig juicht Israël, omdat ze weet, God doet wat hij zegt. Dat vertrouwen is er op dat moment in hun hart. Hij doet wat hij gezegd en beloofd heeft. En daarom juichen wij nu. Niet omdat het nu al te zien is. Niet omdat het nu al werkelijkheid is. Maar wij juichen omdat de Heer het heeft gezegd en beloofd. En hij zal het doen. En wat gebeurt er? En op dat moment vielen de muren in elkaar. Ze storten ineen. En er blijft van die hele stad niks meer over. Niks. Zo zal God uiteindelijk ook de overwinning geven. Alles wat Jericho is, alles wat zich verheft tegen God, alles wat zich tegen zijn volk verheft, alles wat moeite geeft, alles wat strijd geeft, alles waar je onder zucht, zal straks overwonnen. De Heere belooft en hij zal het doen. Kan ik daarop aan? Daar kan ik op aan. Waarom kan ik daarop aan? Omdat God het belooft. En het geloof is de weg naar die overwinning. En daarom is het ook zo van belang om te blijven doorlopen. Om niet onderweg af te haken. Om niet om zo te zeggen van nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Niet om zo te zeggen het einddoel uit het oog verliezen. Nee, het einddoel blijft Kanaan. De inbezitname van het hele land. Voor een christen blijft het uiteindelijk het koninkrijk van God in zijn volmaaktheid. En dat zal gaan aanbreken. God zal het doen. De machten van het kwaad zullen uiteindelijk het onderspit delven. De zonde zal het uiteindelijk niet gaan winnen. De Heere zal een nieuw koninkrijk doen komen. Waarbinnen gerechtigheid gaat wonen. Dat mag ik geloven. Daar mag ik op vertrouwen. Er blijft van Jericho niks over. Blijft er van Jericho niks over? Als je goed kijkt, dan staat er nog een heel klein stukje muur. En op dat stukje muur staat een huis. Het is eigenlijk niet een gewoon woonhuis, het is meer een soort van een herberg. Die herberg is van een zekere Rahab. Ze heeft niet zo'n beste reputatie overigens. Maar dat staat er nog. En kijk. Daar komt Rahab naar buiten. En niet alleen Rahab, maar ook haar familieleden. Ze komen naar buiten. Waar heel Jericho in puin ligt. Waar ieder het onderspit moet delven. Daar mag Rahab en ook haar familie toch ook delen in de overwinning van Israël. Hoe kan dat? Rahab en kennelijk ook haar familie
hebben gedeeld in het geloof van Israël. Ze hebben Rahab zeker, dat is duidelijk. Dat hebben we in, dat kun je in Jozua 2 ook ontdekken. Die hebben gezegd van, ja, we weten dat de Heere een machtig God is. En voor Rahab gelde dan, ze heeft zich aan de kant van Israël geschaard. En ze heeft God geëerd. Je zou kunnen zeggen, Rahab is degene die lijkt op Rut. Vanmorgen ging het over Rut. Rahab lijkt op Rut. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dan mag Rahab ook in die overwinning delen. Ze heeft datzelfde geloof als Israël beoefend en ze mag nou in diezelfde overwinning gaan delen. Dus het maakt niet uit of je nou tot Israël behoort of dat je tot de heidenvolkeren behoort. Wat is nou uiteindelijk de weg naar de overwinning? Het geloof. En dat is voor veel mensen tekort. Die zeggen, nou ja, je moet toch dit en je moet toch zus en je moet toch zo. Maar dat is de weg naar de overwinning. Het geloof dat zich uitlevert aan de Heere. Dat zijn lege handen uitstrekt naar zijn genadevolle ontferming. Dat alles van hem verwacht en van zijn beloften verwacht. Dat hoopt op hem en zeker weet, God zal doen wat hij heeft gezegd. Dat geloof. Jericho is erdoor gevallen. De Hebreeënbriefschrijver heeft het ons vanmiddag voorgehouden. Dat geloof. Laat dat het geheim zijn of anders, laat dat het geheim worden van ons hart. En van ons leven. Als het geloof het geheim van het leven is, dan ben je beveiligd en bewaard tot in eeuwigheid. Amen.
Laten we samen danken en bidden. De geschiedenis, Heere, die we vanmiddag samen overdacht hebben, laat zo duidelijk ons zien dat de weg van het geloof de weg van de overwinning is. Zo wordt Kanaan ontvangen. Dat is wat u ook in de loop van de geschiedenis ook steeds weer aan het licht hebt gebracht, ook in de reformatie. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Niet door de werken van de wet. Door het geloof alleen. Dat zich verootmoedigt, dat zich overgeeft, dat vertrouwt op u. Heere, dat geloof dat is niet altijd even gemakkelijk. Het wordt ook bestreden van binnenuit, van buitenaf. We hebben dat ook vanmiddag zo met elkaar overdacht, dat het voor Israël niet zo gemakkelijk was om iedere dag weer om die stad heen te lopen en op de zevende dag zelfs 7 keer. Maar ze mochten toch volharden. Omdat ze zagen op de ark en omdat ze hoorden naar het geluid van de bazuinen. En Heere, geef dat het ook in ons leven zo mag zijn dat we mogen volharden. Door het zichtbare evangelie dat u van tijd tot tijd geeft, maar zeker door het hoorbare evangelie dat u ons iedere dag en zelfs heel in het bijzonder week in week uit wilt laten horen. Heere, zegen ons in onze persoonlijke omstandigheden. We bidden nogmaals voor de rouwdragende families, Heere. Morgen zal de begrafenis plaatsvinden van onze zuster Celia van Riessen. We bidden of u de familieleden troost en kracht schenken wilt. En dat ook in de dienst van woord en gebed zo duidelijk naar voren mag komen. Dat het geloof overwinnende kracht heeft. De machten van zonde en van dood. Ze zijn voor uw volk en kinderen toch overwonnen. Wie op u vertrouwt mag weten, de overwinning wordt geschonken uit genade. Ja, uit genade alleen. Heere, wilt u ook met de familie Verhaar zijn die komende woensdag hun lief kindje ook aan de schoot van de aarde moeten toevertrouwen. Maar geef hun die troost te geloven dat hun kindje nu ook bij u mag zijn. Zoals we dat toch ook beleiden in de Dordtse leerregels. Dat onze vroeggeboren kinderen mogen, dat we die mogen weten in uw handen. Op grond van het verbond der genade dat u met hen gesloten heeft. Heere in de hemel, wees hen nabij. En we bidden ook of u wilt zijn met onze familie Klumpenaar, die in de komende week ook alle voorbereidingen zal moeten treffen voor de begrafenis van vader en schoonvader en grootvader, hun familielid. En laat ook de troost die uw woord ons geeft, door hen worden ervaren. Mogen we zo onszelf ook voor de komende week weer in uw hoede aanbevelen. Onze jonge mensen, als ze vakantie hebben, dat ze daar ook van mogen genieten. Maar bewaar ons ook, Heere. Bewaar ons voor ongelukken, maar bewaar ons ook voor het kwade. En zo komen we samen tot u. Wil wegnemen wat ons vandaag aankleefde en niet was naar uw wil. En wil uw woord zegenen aan onze zielen. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 118, het laatste vers, is de slotzang van deze dienst. Het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.